Ik ga vandaag jullie in deze video uitleggen, dames en heren, hoe je altijd een win kan halen in Fall Guys en zo je crunches omhoog kan tonen, waardoor je dus meer pakketjes kan kopen of gewoon laten zien van, yo, kijk hoeveel wins ik heb. Dus, blijf goed kijken. Laat even een like achter op deze video, zou ik heel erg waarderen. En als je nog niet bent geabonneerd, zou ik het heel erg tof vinden als je even op de abonneerknop klikt met dat belletje aan. Support je mij natuurlijk enorm en je mist natuurlijk niks van Fall Guys en andere video's, wat op mijn kanaal natuurlijk online komt. Dus als je het hebt gedaan, laat het eventjes weten in de comments. Om je weet, geef ik jou gewoon een hartje. En dan gaan we nu Fall Guys opstarten en dan ga ik jullie gewoon even laten zien hoe easy het is om een potje Fall Guys te winnen, dames en heren. Dus ik zou zeggen, let's go! Oké, dames en heren, ik ga jullie dus vandaag laten zien hoe je 100% elke keer dus een potje Fall Guys speelt. En we beginnen hier de allereerste game mode met, ja, een van mijn favorieten, die gewoon heel erg chill is. Dus laat even een like achter, abonneer op mijn kanaal natuurlijk, als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we nu de middelste deur pakken. Kom op, ga naar beneden! Ga naar beneden! Oh, wacht, dan moet dit... Wat? Nee! Oké, zo moet je het dus niet doen, jongens. Kom op, welke gaat er nu naar beneden? Oh mijn god, nu gaat die naar beneden. Oké. Zo moet je dit dus nu doen. Ik had nog niet door dat het door de nieuwe update dus zo ging. Mijn excuses, maar goed, daar hebben we daar ook gelijk op geanticipeerd. We gaan het wel easy halen. Kijk eens aan. Oh mijn god. Die had ik niet door, man. Hoppatee. Kijk, we gaan het wel easy halen. Zoals je kan zien, als je gewoon rustig blijft, is er niks aan de hand. Maar ik had letterlijk niet door dat die deuren daar zo naar beneden zouden gaan. Oh mijn god. Oké. Nou, we hebben de eerste ronde in ieder geval een beetje volbracht. Dat is super nice. Ja, dit was geen goed voorbeeld, kan ik je vertellen. Dus mijn excuses daarvoor. Kijk, Dizzy Heights is de volgende game mode, dames en heren. Hier kan je wel een beetje tactieken toepassen. Waardoor je sneller kan finishen en minder snel genaaid kan worden. Natuurlijk, het is lastig. Kijk, zoals je kan zien, Big Heaters is daar zo. Dus we kunnen een lounge krijgen, zeg maar, naar de andere kant toe. Maar het is hier zo. Kijk, het ligt er een beetje aan welke kant je spant. Dat de ene kant is net iets sneller dan de andere kant. Maar het maakt eigenlijk niet heel erg veel uit. Ik kies hier een beetje de midden slash de linkerkant. Want rechts is hier iets langer. Maar goed, hier, kijk, je hoeft eigenlijk niet echt te springen. Je moet gewoon lekker doorlopen. Zorg dat je niet wordt geraakt door andere mensen. En dan kan je gewoon lekker snel doorlopen. Dus kijk, de mensen aan de rechterkant zijn nu ook redelijk snel. Dus het is gewoon, ja, niet heel, zeg maar, hoe erg sneller je zou zijn, zeg maar. Hier moet je gewoon even geduld hebben voor die ballen. Kijk, dan gaan we hier omhoog lopen. Dan moeten we hopen dat hij daar niet gaat schieten. Nou, dat ging hij wel doen. Kijk, dan moet je dus hier naar links lopen. Kijk, we lopen geen eerste. Maar het gaat niet verkeerd, zeg maar. Het gaat niet verkeerd. De rechterkant is hier wel sneller dan de linkerkant. Dat is één ding wat zeker is. Dus ik raad iedereen aan hier de rechterkant te pakken. Let's go. Kijk, en Big Jesus is daar aan het jeet, hoor, jongens. Die gaan we proberen te pakken, want daardoor kan je wel echt een zieke voorsprong krijgen. Let's go. Dan hoef je er alleen maar naartoe te lopen. Let op, kijk. Even kijken, hoor. Gaan wij goed gejeet worden? Ja, nou, we zijn redelijk gejeet. Dat wil ik zijn. Dus redelijk gelukt. Prima, kijk eens aan. Er zijn wel wat mensen voor ons. Maar dat maakt niet uit, want we gaan het easy halen. Kijk eens aan, hartstikke idee. Gewoon gebruik maken van de situatie in de map, dames en heren. Die Big Heater staat er. Stel je zou nou 25ste zijn en iedereen skipt hem, wat ik me niet kan voorstellen. Dan kan je hem alsnog halen door bijvoorbeeld dat risico te nemen om Big Heaters te pakken. Dus klein tipje voor jullie. Jump Club, dames en heren. Nou, enige wat je hier moet doen is niet geraakt worden door andere mensen. En ja, wel op tijd springen. Dus we gaan kijken of we deze kunnen halen. Waarschijnlijk moeten er weer 12 mensen afvallen. Dat is altijd zo. Min 1 staat er nu. Wat is het? Hoeveel moet er eraf? Kom op. Show it to me. 12. Oké, told you. Ik dacht dat er 12 af moesten. Dat is altijd bijna in deze game mode. Dan krijgen we hier waarschijnlijk nog een team game mode. Nou, als we dit gaan halen, dan denk ik dat het of die game mode is dat je die bal moet duwen. Of het is valbal. Dus dat gaan we dadelijk wel zien. Maar dat is waarschijnlijk die game mode. Of tilt-tag. Dat zou ook nog eens kunnen. Maar ik weet het in ieder geval niet zeker. Kijk, je moet er gewoon zorgen dat we op tijd... Nee, mijn god. Nee. Ga springen, ga springen. Oma, ga springen. Kom op. Oh mijn god. Je hebt ziek veel geluk. Wauw. Als hij hier harder had gegaan, hadden we ziek hard de Sjaak geweest. Oké, let's go. Kijk eens aan, jongens. Oké, hier moeten we nou even geen fouten meer mee maken, hoor. Hey, kom op. Er zijn 3 mensen af nu. Prima. Dit kan heel snel gaan, maar het kan ook heel langzaam duren. Maar goed, kijk. Als we gewoon goed anticiperen, dan komt het allemaal goed. De helft is er nu afgevallen. Prima. Prima. Je moet gewoon zorgen dat die twee balken niet tegelijk aankomen. Want dan ben je gewoon de lul. Dat is eigenlijk, ja, het enige wat moeilijk is in deze game mode. Of je doet het net fout zoals ik het deed. Maar goed, dat was een klein foutje. Daar hebben we allemaal van geleerd. Kom op. Nog 5 mensen moeten eraf. Hoppatee. Ah, daar kan je nog 1. Nog 1 iemand. En we zijn gekwalificeerd. Easy. Zo makkelijk gaat dit, dames en heren. We hebben een klein beetje geluk gehad. Dat moet ik wel toegeven. Maar het gaat redelijk makkelijk. Laten we heel eerlijk zijn. Kom op. Ik zei dat het valbal ging worden. Nou, daar gaan we dan. Maar volgens mij is deze ook geüpdate. En ja, kijk eens aan, je hebt dus nu hier in het midden dat ronddraaiende ding zitten. En dit weerhoudt dus letterlijk de spanbal. Dit is letterlijk tegen spanbals, oké? En je hebt nog van die ronddraaiende dingen aan de zijkant, zoals je kan zien. Die kunnen of in ons voordeel gaan werken dat als we een bal erin schieten, dat hij erin wordt gebounced. Of hij wordt eruit gebounced. Dat gaan we eventjes zien. Oké, dit ziet er heel erg apart uit. Dit ziet er heel erg apart uit, maar ik vind valbal altijd erg saai om het te laten zien. Oh, kijk eraan. Er gaan 2 ballen hun kant op, teammate. Let's go. Kom op, pleuk die bal daarheen. Kijk. Kom op, 1-0. Wordt dit 1-0? Ja! Ja! Ik heb
1-0 gescoord. Let's go. Kijk, je kan nu geen spawnbal meer pakken. Let op. Kijk, je kan hier staan. Maar het is heel lastig om die spawnbal te pakken. Al wel. Dit ging best nog wel prima. Alleen ja, hun bouncen nu weg, of course. Oh nee, gaat er wel onzin. Nee! Oh shit. Dat was niet de bedoeling. Gaat hij er daarin? Nee, shit. Oké, spanbal pakken. Ja, dat lukt niet meer. Oh shit. Kom op. Oké, weg met die bal. Kom op. Weg, weg, weg. Gaat hij daar achterin? Nee. Ja, kom op, teammates. Ja. Nee, die gaat er niet in, hè? Of wel? Ik moet hier ook op letten. Ik moet hier ook op. Lekker, lekker, teammate. Goede bounce. Oké, nu bounce ik hem daarheen. Oké. Nog een keer. Ja, hij gaat er daarin. Oh, wat lekker. Kom, ik ben hier ook bezig met die bal. Kom op. Hij moet daarheen. Ja. Kom op, kom op, kom op. Die bouncer. Oh. Oh mijn god. Oh mijn god, ik kan hem hier wel omhoog wippen. Kom op, wat een stress. Man, ga staan. Hier had hij. Ja, die gaat erin. Die gaat erin. Ja hoor. Oh, wat lekker. Oh shit, oké. Okay, 4-1 voor ons. 4-1 voor ons. Dit is easy binnen, jongens. Dit is easy binnen. Er kan denk ik niet meer zo heel veel gebeuren. Kijk, nu heeft dat ding ons geholpen in een goede manier. Let's go. Oh mijn god, er gaat er nog één in. Gaat deze er dan ook nog in? Oh nee, ik beuk hem verkeerd. Ah nee, gaat hij niet in. Wat, die bal ging er niet in. Serieus. Hier, even een emote doen. Die bal, hoe... Oké, prima. We zijn door. Zoals je kan zien, het is lastiger gemaakt, maar we winnen hem alsnog. En als het goed is, gaan we alweer naar de finale. Als het goed is, wordt dat er weer een finale, jongens. Ja hoor. Kijk, Fall Mountain finale, dames en heren. Oké, ik weet niet precies met hoeveel man het is. Kan ik dat snel zien? Ik denk met 7 of zo. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 man. Oké. Wat is hier nieuw? Aan de bovenkant, zoals je kan zien, Big Utis is er weer. Die ga ik niet pakken. Maar die rondrijdende dingen zijn er ook. Oké, let's go, boys. Let's go. De enige kans op de finale kunnen we hier pakken. En even te laten zien hoe je dus compleet gewoon een potje kan winnen. Zonder eigenlijk heel goed te controleren. Oké, goed inspannen of inschatten waar die ballen uitkomen. Nou, die komen allebei hier aan deze rechterkant. Dan krijg ik een zieke lounge omhoog. Lekker niet geraakt worden door een van die ballen. Oké, prima. Dit gaat perfect. Kijk, let's go. Uit, uit, uit. We lopen perfect in het pad van de ballen. Oh shit, er zitten daar één getrapt. Er zitten daar twee ballen getrapt. Oké, daar moet ik niet door geraakt worden. Kom op. Oh. Oké, safe. Safe. Auw. Auw. Kom op. Hier naar binnen. Ja, dit wordt hem. Wachten. Springen pakken. Let's go. Zo easy is het, jongens. Zo easy om het is een win te halen in Fall Guys. Kijk eens aan. Hartstikke idee. Ja hoor. Oh, wat lekker. Kijk eens aan. Haha. Bam.